Yo mensen, ik geloof van DPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag zijn we hier met mijn rewards van zowel de Division Rivals als de Weekend League. Yes, yes, yes. Dit wordt de dag dat ik eindelijk een icon ga pakken. Oh, wat is dit? Real Madrid en nu. Hallo, Duimpje FC. We hebben samenwerking. Oh. Als fan van Real Madrid ontvang je niet verhandelbare versie van Real Madrid en nu. Alle versies nu zijn nu beschikbaar. Nou, leuk. Kan je verder niks mee, maar wel lachen op zich. Niet verhandelbaar. Ja, ik vind hem ook niet heel mooi of zo. Maar ik kan misschien wel instellen. In ieder geval mensen, welkom in deze video. Vind je deze video leuk, dan zeker een duimpje omhoog. Ik upload dat we gisteren dik de 6000 likes hebben gehaald. En jullie weten wat we vandaag gaan doen. 7000 likes voor 12 uur 's avonds. Ja, dit kan niet lukken. Dit kan gewoon niet lukken. Want 7000, dat is echt heel veel. Maar oké, 7000 likes voor 12 uur 's avonds betekent morgen weer een nieuwe video. Ik wil eerst even iemand bedanken. Ik kreeg namelijk een berichtje op Instagram van Ene Storm. En ook op Twitter van iemand anders. Maar ik weet niet precies wie het was. En die zei dat ik met dit team gewoon volledige chemistry kan halen als ik 5-1 ga spelen. En toen was ik, oh mijn god, je hebt gewoon gelijk. Ik heb al die tijd heb ik de hele tijd lopen wisselen, maar dat hoeft helemaal niet. En daardoor bespaar ik een wissel en begint Suarez op volle chemistry. Het is ongekend. Ik heb alleen wat fitness dingen. Geen fitness, kom naar je mond gewoon. Het is ongekend dat ik er nu pas achter kom. Ik schaam me er eigenlijk een beetje voor. Zo moet mijn team. Ik moet alleen nog even zorgen dat iedereen even op de goede positie komt. Wat niet heel lastig is, ik moet hem even... kijk, ondanks dat ik weet dat Neymar nu gewoon 10 chemistry heeft. Vind ik het gewoon vervelend. Dat helemaal geen 10 chemistry heeft, nu pas 10. Oké. Maar in ieder geval Storm, dankjewel daarvoor maatje, dankjewel. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal mensen? Abonneer dan zeker en like deze video voor dagelijkse video's. Want ja, op het moment dat elke keer mijn video's gelijk worden, ja dan worden het dagelijkse video's. Ja, zo. Daar komt het wel op neer. Oeh, nee. Oh, het is handig dat je gewoon eindelijk alleen die dingen krijgt. Dat je niet een jaar lang hoeft te zoeken. Oh, dat is handig. Jee, dankjewel. Eindelijk doe je iets wat gewoon handig is. Maar dit is super nice. Hierdoor hoef ik niet meer mijn hele team om te gooien. Ja, echt. En dat was echt vervelend om iedere keer weer op pauze te moeten drukken. En dan was je ook wel een wissel kwijt. En Suarez stond maar op 5 chemistry. En nu staat Suarez dus gewoon op 10 chemistry. Wat betekent dat hij nog beter is dan eerst. Ik vraag me wel of zijn mijn aangepaste tactieken nog hetzelfde. Anders moet ik alles opnieuw gaan doen. Ja, het is eigenlijk exact hetzelfde. Helemaal mooi. Oeh, wacht. Moet ik wel even kijken hoe de opstelling dan uitziet. Kijk, dit klopt dus niet helemaal meer. Nee, dit moet even opnieuw gedaan worden. Maar mensen, de laatste dagen komen er allemaal nieuwe abonnees bij. Dus welkom iedereen die nieuw is. Welkom op mijn kanaal. Wat kan je verwachten van mij? Ja, niet zoveel. Maar dat moet je ook gewoon niet doen. Dan kan het alleen maar meevallen. En wat jullie te zien krijgen is de beste speler van Nederland qua FIFA. Dus ja, dat wil je natuurlijk zien. Oké, yes. Yes, top mensen. Oké, dit klopt allemaal. Ik heb nu gewoon een team met full cam. 100 cam misschien. Dit is echt super nice. En nu kan ik ook weer even nog een andere wissel. Nu kan ik gewoon 3 wissels gebruiken. Ja, echt. Dat ik hier nu pas achter kom. Storm, dankjewel. Voor mij hebben wel meer mensen gezegd. Maar Storm, van jou heb ik het gezien. Division Rivals zijn tweede divisie geworden. Als het goed is. Ja. Waardoor we... ja, ik ga gewoon voor de untradables. Ja, we gaan een icon packen. En ik ga untradable blank packen. Nou, dat zou helemaal lekker zijn. Ja, tweede lekker. En vanaf nu mensen hebben we dus divisie 3 rewards krijgen. Nou, dat is echt super nice. Dat is echt heel lekker gewoon. Oké, het Team of the Week heb ik trouwens gezien. Het zijn geen hele goede spelers, maar ik ben met een paar spelers zou ik wel blij zijn. Eriksen zou ik natuurlijk niet ontevreden mee zijn. Gewoon een goede kaart. Sterling zou ik niet ontevreden mee zijn. Deze man heeft best goede stats, maar ga ik dan gebruiken. Lozano, onderzoek in het echt, ja, ik vind hem echt... Voor mij is het echt een speler als je PSV-fan bent, dan hou je echt van hem. Maar als je geen PSV-fan bent, dan vind je het echt een vervelend ventje. Waar ik dus ook bij hoor. Maar hij is wel fucking goed op FIFA, dus als ik hem krijg ben ik ook niet ontevreden. Douglas Costa, wat een kaart. Die zou ik ook wel willen. Dus in mijn rewards, ja, oh, kijk, alles is slecht op de bank. Oh. Eriksen, Costa, Lozano en Sterling. Eén van die 4 ben ik tevreden. En die spits, die Tonvin, ben ik ook wel tevreden. Maar oké, eerst hebben we 6 packs. What the heck, 6 packs. Laten we maar beginnen met de 15k packs. Wat krijgen wij veel packs? En waarom ben ik nou weer godgloeiende onscherp? Hier word je niet goed van. Nee, ja. Oh. Ja, ik weet ook niet waardoor dat komt. We krijgen Subasic. Ja, dat is best wel slecht. Best wel slecht. Ja. We storen anders een clubje. Maar ja, het is een tradable. Ja, kan ik dat discard. Maar heb je helemaal niks aan. Nee. Mensen, ik wil graag dat jullie in de comments achterlaten hoeveel ik ga in de Weekend League. Met een goede analyse erbij. En de mensen met de beste analyse, die comments zou ik liken. Dit is echt heel slecht. Oh, wat slecht. Wat ik zelf denk, 25-5. 25-5. Dat wordt hem denk ik. Ja, het kan ook wel wat anders zijn natuurlijk. Bijvoorbeeld 64 of 73. Maar rustig aan. Ik ga eerst voor deze. Oh, is 52k. Daar ben ik wel echt. Daar heb ik er wel zin in. Mijn eerste 35k is een walkout. Nee. Oh, dit is echt heel slecht. Ja. We krijgen ook geen borden. Dit is heel matig. Ja. Komt de volgende. Weer geen walkout. Op dit moment krijg ik zin om met mijn hoofd weer het bureau te slaan. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar ik heb er wel zin in. Ik denk dat het komt dat jullie nog niet allemaal een duimpje omhoog hebben achtergelaten. Wat je zeker wel moet doen. Want bij 7000 likes, morgen weer een nieuwe video. En dat wordt een heerlijk video, kan ik je vertellen. Want dan ga ik beginnen aan de Weekend League. Nou, en dat willen we allemaal zien. Of er special packs zijn, weet je goed? Oh, heel slecht. 50k heb ik een keer, let's go. Kom maar, dit wordt hem. Eerste pack, komt ie. Geef mij een walkout, kopie. Hop, duurt te lang. Nee, geen walkout. Ja, het duurt alweer te lang. En dan zie je, dan weet je al, nee, kansloos. Oké, wel borden. Oké, dat is niet heel slecht. Maris? Ja. Oh, Maris, dat is helemaal niet zo slecht. Dat is 85. Oh, nou, prima. Prima Maris. Ik kreeg hem vorige week, maar dan rood. En nu dus hier. Maris, dat is niet slecht. Hoeveel is die? Nou, 20k. Oké, lekker, lekker. Die is echt een stuk duurder dan voor... Hij is untradable natuurlijk. Ja. Nou, dan kunnen we vast ook inleveren bij een squabbling challenge of iets. Ja, is natuurlijk een trade, maar wel logisch eigenlijk. Is vrij logisch. Oké, kom, geef me nu een walkout. Komt er sneller omhoog? Nee, weer geen walkout. Ja, een walkout. Yes. Kom op, geef me wat goed. Kom op, geef me wat goed. Duits. Cam. Oh!
Özil? Oké, okay, die is 88 of zo? 86. Oké, okay, een stuk minder hoog dan ik dacht. Ik dacht, Özil, 88. Nice, dacht ik. Dacht, yes. Ik dacht, broek uit, zwaaien. Oh, en in vorm. Santimina. Oh, walk en in vorm in één packje. Nou, dat is helemaal niet verkeerd. Maar had wel beter gekund, natuurlijk. Die in vorm, ja, die is untradable. En Özil is, ja, untradable. Maar ja, op zich wel. Ja, op zich wel een prima pakketje. Twee keer Mandanda als wissel. Ja, ja, weg ermee. Weg, gewoon wegwezen. Gewoon op optieven wegwezen. Ben ik tevreden met mijn rewards? Semi. Ik kan er verder weinig mee. Maar op zich voor FBC is wel prima space. Op zich prima. Laten we nu met de weekly rewards. Wat ben ik ook alweer geëindigd? Ik weet niet meer precies hoe ik ben geëindigd. Oh, Elite 3 natuurlijk. Ja hoor. Lekker zeg. Wat denk ik goed. Niet normaal. Oké. Okay, 7000 munten. 1 zeldzame spelers pakket. Premium Team of the Week pakket. En 3 van die speciale items. Wie welke spelers wilde ik nou? Ik wil Lozano of Eriksen of Douglas Costa of was er nog één? Sterling, die wil ik. Nou, laten we maar gelijk gaan kijken. Oh, we krijgen gelijk Lozano in de eerste. Oké, lekker. Helemaal prima. Nou, ik heb een nieuwe super sub heb ik binnen. Die 83 was echt goed. Dus, nou, prima. Makkie, die gaan we voor hem. Lozano, makkelijk. Makkelijke keus, heerlijk. Nou, geef me nu even ook die Eriksen maar. Oh, ik kreeg best wel hoger. Ik dacht, die eerste twee zijn best wel hoog. Ik dacht van, dit kan wel eens dat worden. Ik dacht, yeah. En toen, ja, kwam dit. Ja, dat was echt dikke scheid. 75, hoe kan je nou 75 zijn? Even serieus. Gaan we voor Pavlenka. Want, nou, ziet er goed uit. Pavlenkaatje. Ja, 84, hoogste rating. Voor de derde, kom op, geef mij alsjeblieft een goeie. Kom aan, geef me wat goeds. Nee, dit is echt heel slecht. Ja. Santamina, nou, die heb ik al untradable als spits. Dus gaan we voor Santi Cazorla. Voor de leuk. Ik ben echt oprecht wel blij met Lozano. Want die gaat gewoon oprecht in mijn team als super sub. Want hij is gewoon echt goed. Tenminste, die in vorm was het. Dus deze man moet ook wel goed zijn. Dus daar ben ik echt blij mee. Dus ik ben echt wel blij met mijn reward. Echt één van de spelers die ik wilde. Dus daar ben ik wel blij mee. Gewoon een rode kaart gekregen die ik wilde. Dus dat is mooi. Nu hebben we dus nog 2 pakketjes, mensen. Een inform pack en een 100k pack. Voor welke gaan we als eerst? Gaan ze eerst voor de... Nou kijk, de inform pack is specialer, want die heb je niet altijd. Dus we gaan eerst voor de 100k pack en daarna de inform pack. 100k pack, geef me een walkout, EA. We krijgen een walkout, yes. Yes, we krijgen een walkout. We krijgen een heerlijk smikkel walkout. Geef wat goed verdiend. Kom op, EA. Italiaans. Spits, Immobile. Ja, dat is niet heel lekker. Immobile, ja. Hier word ik echt helemaal niet vrolijk van. Hij is wel 20k of zo. Dat is wel lekker. 20k is prima op zich. Hij is wel hoog, dus dat is op zich ook wel nice, maar... Ik moet zeggen voor 100k pack, ja. En dan heb je een walker, denk ik toch van yeah. En dan is toch, ja, Immobile erbuiten toch een beetje. We hebben nog een inform pack en hopelijk gaan we daar een heerlijk smikkel walkout. Kom maar, geef maar eens een walker, Kom, geef me een walker, een walker. Ik krijg geen walker, ik haal mijn leven. Ik krijg alweer geen walker in mijn inform pack. Oh mijn god, nee, Santamina! Ik haal mijn leven. Oh, Santimina. Oh, als ik jou ooit tegenkom in een steegje, jongen. Oh, dan doe ik niks. Loop ik gewoon door, want ik ben hartstikke bang in steegjes. Ja, ik heb hem ook al. Ja, tuurlijk, joh. Tuurlijk. Nou, het is wel 18k. Het is niet zo heel slecht. Nou, had wel slechter gekund. Nou, verkopen die handel. Hij heeft op zich wel een goede kaart. Nou, we hebben in ieder geval wel die Lozano gekregen. Daar ben ik wel blij mee. De rest is echt weer... Ja, iemand is coins aan het overzetten. Want deze gast is echt een 40k, kan ik je vertellen. Al wordt er 35k op hem geworden. Worden er zoveel coins overgezet? Of is het een of andere SBC die ik mis? Mensen, ik ga nu kijken. Heb ik een heerlijk spelletje van 40k gepakt? Of is er iemand coins aan het overzetten wat absoluut niet mag? What the fuck, hij is 43k. Waarom de fuck is hij 43k? Waarvoor kan je hem inleveren? Huh? Waarom is hij zo goed? Nou, ik weet niet waarom, maar ik ga hem wel gelijk proberen te verkopen. Dat weet ik wel. 40k. Gast, hij gaat sowieso niet verkopen. Het is sowieso dikke eten. Dus iemand heeft al die haans opgekocht. Hij is verkocht? Hij is verkocht. Waarom worden 77 reden in vorm verkocht voor 40k? Waar heb je hem voor nodig? Voor welke SBC? Oh, dat zijn UCL upgrade packs. Krijg je dan 2 UCL spelers. Niet veranderbaar. Oh, dit ga ik even doen. Waarom wordt hij voor 40k verkocht? Als iemand mij dat kan achterlaten in de reacties. Omdat hij of zij het weet. Laat het even achter. Ik heb namelijk echt geen flauw idee. Ik begrijp hier echt helemaal niks van, mensen. Ik snap hier oprecht echt de ballen van. Nou, hier, dit is echt heel makkelijk. Dit is een 50 rated squad. Of 50 chemistry squad. Nou, dat is natuurlijk easy peasy lemon squeezy. Gaan we even lekker al die untradables inleveren. Dan haal ik waarschijnlijk niet de chemistry. Dan ga ik even huilen. Dat is gewoon mijn eigen schuld dat ik het niet haal. Ja, duh. In 7 kijken, ja. Zo wel, ja. 50 teamgids haal ik inderdaad niet. Want ik heb een 0 groene linkjes. Dat is ook alweer een, op zich wel een gave. Nou, dat ik hier maar even een BBL speler ingooi. Dan hebben we dat voornamelijk gehaald. AK, hoppa. Jij erin. Lekker. Zijn deze packs goed? Ik snap nog steeds geen reden van waarom die gast 40k is. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Ik snap het niet. Het is ook maar goed dat ik het checkte. Want anders had ik hem gewoon gediscarden. Ook niet heel slim was dat geweest dat ik hem gediscard had. Maar ja, dat is gewoon een menselijke reactie. 92 P's. Oké, mensen, we hebben er weer. We hebben nu 2 van die packjes. Lekker. Lekker smikkelen, lekker meenemen. Lekker. Laten we deze heerlijke dingetjes maar even gaan openen. Op de eerste. Hopelijk krijgen we een walkout. Oh, geen walkout. I made it now. Oh, wel borden. Oké. Oh, we krijgen wel een rare ding. Oh jee. Oké. Is het untradable of tradable? Het zou untradable zijn. Ja, het is vast untradable. Ja, untradable. Klote en swap. Oké. Ja, ik hoop gewoon even die Griezmann te krijgen. Geef me een Griezmann. Inform. Ah, walk-up natuurlijk. Ah, weer een. Weer een goeie. Oh, die vet van Inter. Oh, Napoli. Hier zijn. Hij moet hier zijn. Oké, ik ga alleen nog even die andere SBC doen, mensen. En dan ben ik klaar.
En dan ben ik klaar voor morgen. Want morgen, met Lozano op het bankie, gaan we gewoon even die twee halen in de Weekend League. Ik voel het gewoon. De meest makkelijke swap in Chelsea. Oh, hij is nog maar een uur beschikbaar. Ben ik even goed op tijd. Lekker zeg. Mensen, hebben jullie deze gedaan? Ja, waarom doe je dit? Porto tegen Schalke. Gehaald. Yes, makkelijk zeg. Hoppakee, lekker. Oh, goed dit. UEFA krachtmetingen, heerlijk. Top spelerspakket, top spelerspakket. Zeldzaam gemengde spelers. Oh, geen niks erin. Oh, I hate this. Dit is slecht. Ik heb gewoon al die goud, heb ik al. Deze is zo'n zilveren, die heet die Cristiano, heet die. En die is 50k. What the fuck. Oh, dit is gewoon een 45k pack. Maar eerst een 25k pack. Dit is een 50k pack hier in de walkout. Hier word je er niet goed van. En dit is wat Lozano gepakt hebben. Oh, ik ben in vorm. Oké, Italiaans. CV? Ja, dat zal wel kak zijn. Ja, dat is het zeker. Sylvester, ja, die kan er geen reet van. Ja, helaas, pindakaas, dikke vinger naast. Laten we maar doorgaan. Laatste packie. Kom op, walkout. Nee, niks. Oh. Wel borden. Oh, Kagawa. Heel lekker. Oh, super fijn. Oké. Mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. 7.000 likes betekent morgen een nieuwe video. Met onder andere Lozano, die natuurlijk op een bankje gaat. We gaan de Weekend League in. En ik ga proberen echt mijn allerbeste game te spelen. Om er die twee te halen. Ik ga echt mijn best doen. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Vond je deze video leuk? Dan zeker een duimpje omhoog. Wil je meer van mij zien? Dan kan klikken hier. Of je wil mij abonneren, dat kan ook. Dan hier op het lekkere bolletje. En blijf de hoogte van mijn fantastische video's. Druk op dat belletje. Join #teambelletje. En zie ik je weer bij de volgende video's. Ik like vooral in de volgende keer. We pikken Pele! Oh mijn god. Doei.